Er zijn landen waar mensen niet mogen zeggen wat ze willen en niet kunnen zijn wie ze zijn. Hivos wil dat deze mensen een stem krijgen. Want iedereen moet kunnen zijn en zeggen wat hij of zij wil. Hivos, voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Voorjaar 2013, toen zag ik een bericht in Trouw. Crowdsourcing brengt filosofische top naar Nederland. Iets in die trant. En dat was voor mij spannend genoeg om verder te kijken. Want zou het nou lukken om mensen te laten investeren in een avond met alleen maar denkers? Waar wij het van begin af aan over eens zijn geweest, is dat de G8 een event moest zijn waarbij filosofie en praktijk bij elkaar komen. Zo hebben wij vragen geïnventariseerd bij deskundigen uit de praktijk, uit de zorg, uit het onderwijs, milieuorganisaties, het stadsbestuur, over wat er bij hun leeft. Het publiek heeft de denkers bepaald. En Hivos heeft zich sterk gemaakt voor een wildcard, voor in ieder geval een spreker uit de niet-westerse wereld en ook meer vrouwen in de top. Als we alleen blijven luisteren naar witte westerse mannen, dan worden we wellicht ook niet wijzer. For me, Amsterdam Pride was an amazing experience. It makes me feel really proud of humanity in general. Hivos zet zich in bijvoorbeeld voor internetvrijheid, voor de veiligheid van bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten online. Tegelijkertijd werken wij ook veel met de mogelijkheden die er zijn door de technologie om bijvoorbeeld corruptie in kaart te brengen, mensenrechten schendingen of slechte dienstverlening. Dus er is heel veel mogelijk met technologie en wij zijn een van de organisaties die daar heel erg voorop lopen. Tegelijkertijd is ook niet alles wat kan, moet ook gebeuren. Dus het onderwerp van privacy en de morele overwegingen die daarbij komen kijken is wel heel centraal. Het centraal stellen van vragen die leven in de praktijk en het proberen de kennis ook weer verder te delen en toepasbaar te maken, dat is een mooi doel voor de G8. En wij rekenen ook op de denkkracht van het publiek daarin. Want tegenwoordig is kennis en communicatie natuurlijk niet veel meer dan een muisklik of een veeg verwijderd. Dus laten we ook met z'n allen ervoor zorgen dat de kennis verder gedeeld wordt.